In het Groningse Vlagtwedde is in minder dan 30% van de huishoudens een lid van een sportvereniging te vinden. Dat zou betekenen dat Vlagtwedde de minst sportieve gemeente is van Nederland. Moet u niet hoog nodig ook naar binnen, naar het zwembad? Nee, met de druk. Is u te druk? Ja, veel te druk. Bent u een beetje sportief? Nee. Niet echt. Ja, in ieder geval voetbalveld en Vlagtwedde. Kijk ik wel eens, soms kijk ik wel eens, maar niet altijd. En dan zijn er ook echt mensen aan het voetbal? Ja. Kent u veel mensen die sporten? Hier in het dorp. Nou, weinig. Nee. Mevrouw, u geeft het goede voorbeeld, zie ik. Want zoveel sport ik zelf niet. Oh, zelf, maar de kinderen wel. U laat de kinderen het vuile werk opknappen. Ja, en ik sta langs de lijn. Bent u dan niet bang dat u een beetje te dik wordt of ongezond? Nee hoor. We hebben net friet gehaald, dus... U kunt er weer tegen? Ik kan even tegen. Het gele fruit heeft u binnen? Wel een ja. Oké. Dus u maakt zich geen zorgen? Ik helemaal niet. Nee. Tja, de luiheid in Vlagtwedde lijkt geen grenzen te kennen. Maar ho, dat is wel heel makkelijk gedacht. Want lang niet iedere Vlagtwedder loopt de kantjes ervan af. Ik ben echt wel een beetje boos over dat onderzoek. Die onderzoek die stelt geen reet voor. Volgens mij is er bij het onderzoek alleen maar meegenomen mensen die lid zijn van een sportvereniging. En je kan ook prima bewegen zonder dat je lid bent van een sportvereniging. I'm sexy and I know it. Als die soms ergens kan, dan slaap ik een keer, ze staan vol. Ja, ja. Ik ga 1 keer in de week naar de sportschool, 3 keer in de week ben ik aan het zwemmen. Is dat sportief of is dat niet sportief? Vind ik sportief. Nou, vind je het ook gelul, hè? Als het gewoon een andere verzorging is en ik luister dat nog. Dikke mensen of zo, die kom je overal tegen. Daar hoef je niet speciaal voor in een Vlagtwedder te zijn. Die heeft hij ook een klein beetje last van. Ja, en? Andere mensen hebben meer problemen meer dan meer, hè? Ja? Ja. Vindt zichzelf nog wel aantrekkelijk. Een domme verhoord, hoor. Vindt hij nog wel aantrekkelijk. Dat is slecht aan ijs, hoor. Komen er ook sporthelden uit Vlagtwedde eigenlijk? Dat dacht ik wel. Bert Bruins, nationaal schaarster geweest. Bert Suurman, profvoetballer bij FC Groningen geweest. Ze hoeven zich echt geen zorgen te maken. Vlagtwedde is wel sportief.